Om die piste te ontdekken, stapte Altrea in maart 2022 in een proefproject met CMB Tech, waarbij de transporteur een jaar lang met een dual-fuel truck reed. Op een mengsel van waterstof en diesel dus. Wel, binnen het zero-emissie strategisch plan van de groep zien wij voor onze lange afstand een waterstof een betere oplossing, omdat dat ons meer autonomie in een versneld tempo zal brengen. Dit is voor ons de perfecte transitiegeneratie die onmiddellijk in de reële wereld inzetbaar is. Deze dual fuel truck van CMB Tech is een vrachtwagen met een klassieke verbrandingsmotor, maar in plaats van pure diesel wordt er een mengsel ingespoten van waterstof en diesel. Hoe groter het aandeel waterstof in het brandstofmengsel, hoe lager de schadelijke uitstoot van de truck. De ombouw van onze trucks starten we in Antwerpen. We hebben daar een loods naast ons waterstoftankstation. Die is uitgerust om tot 20 trucks per maand om te bouwen. We doen de ombouw door 6 waterstofflessen op een frame te monteren. En dat frame gaan we installeren op het chassis van de vrachtwagen. De voordelen voor Altrea, voor onze dual fuel truck, zijn vooral omdat het een groene oplossing is die vandaag beschikbaar is, maar die eigenlijk uiteindelijk ook betrouwbaar is en robuust. Zoals met elke nieuwe technologie zijn er stappen te zetten en die hebben we intussen in goede samenwerking met CMB Dotech gezet als één team. Het partnership met Altrea wordt als heel waardevol beschouwd, omdat de inbreng van dat soort partijen naar het gebruiksgemak, naar het comfort, ook hoe dat we in de toekomst kunnen gaan verbeteren. Momenteel werken we aan een tweede generatie van onze dual fuel truck die nog een hogere emissiebesparing zal realiseren ten opzichte van de eerste generatie.